klimaat verandert en dat heeft ook invloed op onze omgeving. De droge periodes worden steeds droger en als het regent, dan regent het ook keihard en lang achter elkaar. Groene daken kunnen helpen deze omstandigheden te verbeteren. Een groen dak is heel goed voor de waterhuishouding in de huizen en een groen dak is ook goed voor de biodiversiteit, omdat er allerlei insecten op afkomen. Het is ook nog eens fijn dat uw huis dan in de zomer koeler wordt en in de winter warmer blijft. Kortom, een groen dak is iets wat wij als provincie willen stimuleren. Wilt u een groen dak aanleggen op uw huis, schuurtje of buurthuis, dan kunt u subsidie aanvragen bij de provincie. En het zou helemaal mooi zijn als u dat samen met wat buurtgenoten doet. Dus als u met een groep mensen, meer dan één, de subsidie aanvraagt, doen wij er nog een schepje subsidie bovenop. Om te zorgen dat onze woonomgevingen leefbaarder, duurzamer en ook aangenamer worden. Check onze website voor meer informatie voor het aanleggen van een groen dak in de provincie Flevoland.